Dus wat gaan we precies doen? We gaan deze tool gebruiken om op de bouwplaats ter instructie de demonstrateurs te ondersteunen. Wel, een HoloLens voegt tal van informatie toe aan een bouwplaats. Je gaat de reële omgeving zien, aangevuld met holografische beelden. In deze holografische beelden, die afkomstig zijn van een cloudomgeving, zie je tal van instructies. Ja, het is een schitterende evolutie, hè? Ik denk dat dat hetgeen is waar we naartoe moeten. Tot op heden werd het BIM-model gebruikt door de ingenieurs, de architecten in de werfkeet, maar de effectieve uitvoerder waar het moet gebeuren buiten op de werf kwam er nog niet onmiddellijk mee in aanraking. En dat doen we dus vandaag wel, waardoor we opnieuw niet met papieren plannen op de werf moeten. We hebben de plannen, het 3D-model, in de HoloLens en kunnen eigenlijk geen fouten meer maken. We zijn 15 jaar geleden gestart met alles in 3D te gaan tekenen. 8 jaar geleden in wat men noemt Full BIM. En we hebben dat gedaan omdat dat een logische evolutie is in het bouw. Hè. Vandaag hebben we de stap gezet van ook het digitaal model of ons Model X naar de bouwplaats te brengen. What I like about Xella is you have construction materials that have been around for ages. And at the same time, you're working fully in the digital space. So you're combining the traditional world with the modern world, and that is hugely exciting.